en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. De tweede uit de Binti Baby serie. En in deze vlog ga ik inspiratie opdoen voor de babykamer. Ik ben hier namelijk bij het In de Wolken Festival van Ouders van Nu. Ja, het leuke is, ik heb dus nog helemaal niks gekocht. Ik heb nog niks geshopt. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt inspiratie ga opdoen. Het is een hele nieuwe wereld. Allemaal zwangere vrouwen hier, kinderwagens. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb zelf een leuk outfitje aangetrokken. Mijn moeder is gezellig mee. En ik ga me lekker laten onderdompelen in de wereld van de baby's en moeders. Spannend! Ik denk dat we inmiddels bijna alles wel hebben gezien. Ik moet zeggen dat ik het echt een hele leuke beurs vind. Heel inspirerend, hele relaxte vibe. En ja, ik heb toch echt wel wat inspiratie opgedaan voor de babykamer. Ja, het kleurenpalet weet ik eigenlijk al, maar het is toch wel leuk om de kleuren ook gewoon in het echt te zien.
Ja, we gaan nog even een rondje lopen en dan weer terug naar huis. Dat was alweer nummer 2 van de Binti Baby serie. Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om inspiratie op te doen voor de babykamer en om jullie daarin mee te nemen. De komende weken heb ik nog heel veel leuke dingen gepland. Ik ga winkels bezoeken. Ik ga binnenkijken bij andere mama's of mama's to be. Ja, om te zien hoe zij de babykamer hebben ingericht. Kijken of ik inspiratie kan opdoen. Dit uiteraard ook met jullie delen. En ook stap voor stap jullie laten zien wat ik ga doen met de babykamer. Hoe ik dat aanpak. Ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Mocht je nou niks willen missen van de Binti Baby serie, abonneer je dan zeker hier onder deze video, zodat je geen video's hoeft te missen. Daarnaast blijf ik ook gewoon nog weekvlogs en stylingvideo's uploaden. Dus heel veel inspiratie de komende tijd. En bedankt voor het kijken. En ik zie je in de volgende video. Doeg!